En meis? Ja, nou, daar zijn ze weer, hè. Ja, daar zijn ze weer, hè. Ja, echt waar. Maar in ieder geval, het is vandaag dinsdag de 21ste van de 2e 2023. Is het lekker? Nee, ik doe niks, kind. Kom maar niet. Mag er niet, hè, kind. Nee, is het voor jou, hè. Is het voor jou, hè. Ja. Zo, lieve vrienden, een hele goede morgen. Ja, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Daar zijn jullie weer bij aanbeland. Hé, meisje? Ja, nou, daar zijn ze weer, hè. Ja, daar zijn ze weer, hè. Ja, echt waar. Maar in ieder geval, het is vandaag dinsdag, de 21ste van de 2e 2023. En we leven om 11 uur 32. Ik dacht dat het 52 stond, maar het is 32. Ik denk al 52 ken je niet. Maar in ieder geval, Erwin die komt rond een uur of 1. En ik krijg vanmiddag nog een keertje visite, maar die mag niet op de vlog. Nee, dat mag allemaal niet. Dus ja, dat doen we dan ook niet. Daar heb ik respect voor, dat wil die niet. Dus dat doen we dan ook niet. Ja, het is een hij. Een maatje van me. Nee, gezellig. Ken ik al, ik weet niet hoe lang. Maar het maakt ook niet uit. Die komt eventjes in. Vind ik wel even leuk. Ja. Hè? Ja, nou. Meisje van me. Ja, en het is vandaag weer grijs, grauw en triest weer. Ook daar word je niet vrolijker op. Nee. Maar ja, wat maakt het ook uit? Wij proberen wel vrolijk te blijven. Wat ik vandaag sowieso wel ga doen, dat is met die jurk bezig. Die nieuwe, die punten eraan. Want dat moet ik omzoomen, want hey, dat is me te lang. Dat legt op de grond. Tenminste, die punten, die staan dan op de grond. Nou, als ik daar gewoon een zoompje in leg, dan komt dat weer omhoog. Ja. Dus daar gaan we sowieso wel mee beginnen. En of ik eraan toe kom om onder de naaimachine te toveren, dat weet ik niet. Maar dat zien we wel weer. Ja. Ik ga nou zo meteen eerst even met de meisjes uit. En die gaat sowieso mee. En dan zien we wel of we wat zien, ja of nee. Maar ja, meestal dat normale blokje, ja. Dan moet ik echt eventjes uitwijken. Nou, dat kan niet, want Erwin die komt rond een uur of 1. En het is nou 11:30. Nou, ik wil van tevoren ook wel eventjes bijkomen met een bakje koffie, etc. Want ik kon, nou, gekke toer uithalen vanwege die daar de bank legt. Ja, die kruipt dus altijd, als het koud heeft, onder het dekbed. Maar wat had ze nou gedaan? Ze had de opening van de hoes gevonden aan de onderkant. Was ze onder die hoes gegaan en bovenop het dekbed, maar ja, ze was er tussendoor in die hoes gekropen. Zo komt ze omhoog, ja, dan krijg je het niet, nooit, never, daar hoe eruit. Dus ze moet onder eruit. Dus ik van onder alles weer verder losgemaakt, ja, er zat wel een gedeelte los, maar dat wist ik niet. Maar in ieder geval heb ik het helemaal losgehaald en die dame eruit zien te krijgen. Nou, ze spurtelde tegen, want zij wou aan de bovenkant eruit. Nee, ze moest weer naar beneden. Dus ik doe mijn arm onder de bekken door en ik trek eraan. En toen sprong ze weer omhoog. Nee, naar beneden kom jij. Potverdikke, nou echt. Ik verging op dat moment even van mijn rugpijn. Hè? Ja, dus ik heb wel weer, dat ik het bed weer een beetje gefactioneerd had, ben ik wel weer even gaan liggen. Ik denk, even die rugpijn laten zakken. Nou, dat is weer ietsje gezakt. Ik weet niet, maar er is niks hoor.
Nee. Ze horen wel geluiden, ja, maar dat hoor ik ook wel. Verder is er niks. Maar in ieder geval, ja, een hele toestand rondom Rijka dus, ja. Halve bed, jongen om en toe. En dat is al zo zwaar werk, je bed, want het is geen licht matras, het is een zwaar matras. Dat werkt natuurlijk niet mee. En ja, oh mensen, liefhebbelijk. Ik had net zo goed mijn hele bed af kunnen halen en opnieuw kunnen verschonen. Weet je dat? Maar ik kon het even nou niet aan, want je moet haar ook eruit zien te krijgen. En als het tegenwerkt, ja, dan is ook niet leuk hoor. Hé, jonge dame? Rijka. Rijka. Hé. Je bent een klein doerakkie. Ja. Je bent een klein doerakkie. En de gaatjes bij het oogjes moeten ook weer geknipt worden. Ook dat moet gedaan worden. Ja, ken je dat? Dat durf ik wel, maar de nageltjes durf ik niet. Nee. Dat durf ik niet aan. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, gewoon geniet van je ding. Doe wat je wilt doen of moet doen of wat dan ook. Geniet ervan en geniet weer een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Want ja, ik zat eventjes lekker het hannes op die computer helemaal gewoon niks te doen. Een beetje hier naartoe en daar naartoe en op YouTube te goochelen. Dus ja, dat moet even kunnen. Ja, iets wat je normaal niet aan toekomt, heb ik nou even gedaan. Ik zou vanmiddag meenen ik bezoek krijgen, maar daar was ik mee in de war. Dat gaat morgen pas gebeuren. Wel hek, mijn begeleider Erwin gehad. En dat die hier was, toen zag ik daar uit mijn keukenraam vandaan. Iets wat geel was van kleur, maar ook hoog en dat was een kraan. Nou ben ik bang dat het huisje wat op instorten stond, nou inderdaad vlak is. Tenminste vlak, met een hoop puin. Dat heb ik het vermoeden, ik weet het niet zeker. Maar ik ga, als ik zo meteen mijn koffie op heb, gaan we die kant even op. Ik neem deze niet mee, maar ik neem deze mee. Ja, dus dan gaan we even kijken. Is dat al wel zo? Nou, dat doe ik dan in een aparte vlog, zoals ik jullie al verteld heb. Wat er komen gaat, ja, dat weten we dus natuurlijk ook niet. Misschien wel weer een nieuw huisje. Want ja, er staan meer uit. Het is daar een woonwijk. Dus ja, we wachten het af. Met een spanning. En we zullen het beleven. Ja, ik zit ook op mijn camera te kijken wat er buiten allemaal gebeurt. Moet ook kunnen. En ja, we gaan gewoon eventjes erheen. Kijken we hoe en wat. En ik weet niet eens of ik dat gekke ding wel aan de oplader heb gezet in de schuur. Zo ja, dan ga ik even gelijk ook een rondje stad doen. En als ik wat zie, nou, het kan daarop mee, hè? Dat weten jullie, ja. En anders hebben we pech als ik niks zie. Ja. Maar in ieder geval, dat merken we wel. En dat zullen we gewoon beleven. En ja, gewoon genieten van de dag, van de dingen die komen gaan en niet komen gaan. En het is al alweer reeds, hoe laat is het? 4:09 alweer, kun je nagaan, ja? Ja. Maar in ieder geval, ik ga eerst mijn koffie opdrinken en daarna pak ik dat rode gevaarte uit de schuur en dan gaan we er even heen. Was het ergens anders geweest? Nou ja, dat kan ook nog, hè, dat die kraan ergens anders stond. Maar het lijkt me wel hier vandaan aan die keuken gezien te hebben, die punt. Ja, denk ik wel dat het daar geweest moet zijn. Dus, maar we wachten het af. We zullen het beleven, we zullen het zien, we zullen het merken. Dus, komt goed. Zo zeg, geniet van je ding die je doen moet, doen wilt. En ja, tot later. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis en wat is het koud. Waterkoud, gemeen waterkoud. Het regent ook, enkel je kan het niet zien aan de poort, want het is wel een hele, hele fijne regen. Maar in ieder geval, ik ben bij dat huisje geweest.
daar was die kraan dus niet bij geweest. Nee. Ze zijn er wel mee bezig, maar ze gaan het weer opknappen. En dat manneke, die woont er nog steeds in. Nou, halleluja. Mijn genade. In zo'n bouwval. Maar ja, oké. Als de mensen aan het werk zijn, mag ik niet vloggen. Nee, mag niet. Maar ik ben buiten, weet je. Dus ik ga even wat dat er gaat met Karin praten over hoe en wat enzovoort. Kijk, want die weet meer dan ik weet. En dan menig één weet. Ja, ik wil weten of ik dan fout bezig ben als ik het wel doe. Weet ik veel. Daar moet ik gewoon even meer van weten. Ja, maar dat komt wel goed. Ook kwam ik bij een winkel en daar had ik een vraag. Maar er stonden twee heren buiten. Eén heer kon ik en die was ook al bij mij geweest. Daar moest ik foto's voor bewerken. Van zijn overleden moeder destijds. En die man die is dus ook bij me in huis geweest en al. En die is geloof ik nog eens een keer op bezoek geweest. En hij zal binnenkort weer komen. Maar die stond met hem te praten en toen zei die gast van die winkel, en die kon ik niet, het was zo'n vreemde gast. Ik had hem nog nooit, ja, ooit vorige zomer, weet ik veel, had ik hem gezien. En toen begon hij een tweedehands winkeltje. Maar dat is weer al opgedoekt. Ja, wat wil je, dat kost een hoop huur in de binnenstad. Maar in ieder geval, nou stond hij bij die winkel. Maar die winkel is niet van hem, maar hij heeft achterin een stukje gekregen voor tweedehands spullen. Mag hij daarom neerzetten van de eigenaar. En hij zegt, je hebt niet je camera aan, hè? Je bent toch niet bezig met filmen? Ik zeg, monnikje, kijk, ik zeg, zie jij een camera dan? Ik zeg, waar heb ik hier een camera? Ik zeg, ik heb niks. Nee, maar de vorige keer wel. Ik zeg, toen had ik ook een andere booster onder mijn rond. Ik zeg, en ik ben buiten. Ik zeg, dus ik mag filmen. Ik zeg, nee, niks mee te maken. Ik zeg, dus ja. Ja, ik weet niet hoor. Hij moet eens om zich heen kijken, want er hangen overal camera's. Aan gebouwen, overal hangen camera's. En in Friesland gaan ze al beginnen met een hoe heet dat ding? Ja, ik ben dat woord kwijt. En net wist ik het nog. Een drone, ja, in de lucht. Maar met een drone kan je ook naar binnen gluren. Dat mag niet. Je mag niet naar binnen gluren. Dat is strafbaar, want dan heb je, binnen in je huis heb je je privacy. En dan mag je niet naar binnen filmen. Dat doe ik ook niet als ik buiten ben aan het vloggen. Ga ik ook niet bij anderen naar binnen filmen. Nee, dat doe je niet. Het is privacy. Maar buiten... Voilà, dat mag. Dus ja, waar die problemen mee hebt, ik weet het niet. Ik zal de volgende keer eens even bij die winkel opletten of daar een camera hangt. Dat ga ik eens doen. En dan zeg ik, nou, je staat er gekleurd op, terwijl ik niet film. Maar hij, ja, daar wel. Maar oké, lieve vrienden, het is allemaal een beetje wauwzie. Ja. Maar in ieder geval, de meisjes die hebben even wat lekkers zien, ik hoor. Oh, Rijke had het nog niet op. Die zitten lekker op de knagen. Hé, die zitten lekker op de knagen. Is het lekker? Nee, ik doe niks, kind. Kom er niet aan. Mag er niet, hè? Mag er niet, hè, kind. Nee, is het voor jou, hè? Hier. Is het voor jou, hè? Ja. Standbeeldje. En daar hebben we nog een standbeeldje bij tijd en wijle. Hm? Ja, nou. Ze zijn zo lief. Ja, echt wel. Hé? Ja, ze zijn echt zo ontzettend lief, die twee.
Maar oké, ik heb een bak koffie en ik ga even mij proberen warm te krijgen voordat ik er straks eigenlijk weer uit moet. Maar ik hoop dat het straks weer even wat droger wordt. Want ik vond het niet prettig. Niks aan. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van je dag. Want het is nog steeds dag. Ja, het loopt wel tegen 17:30, 17:29, maar dat kan de pret niet boeien. Ze zeggen smakelijk eten, bon appétit. En voor straks een hele fijne avond gewenst. Ze zeggen tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes retour. Ik ben met een vlog bezig. Die is nou aan het editen, renderen. Lekker belangrijk, die blauwe balk die moet weer vol en daarna kan ik hem naar YouTube brengen. Terwijl hij dat gaat doen, ga ik met de meisjes uit. Ja, makkelijk doen. En als ik alles klaar heb, dan gaan we weer een bedje toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En voor degenen die al naar bed toe gaan, zeg ik welterusten, slaap lekker. En uiteraard met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En vond je deze vlog nou leuk? Nou, doe de duimpje dan omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Nou, dat kan ook gewoon hier onderaan, hè. Ja, onder die vlog aan de rechterkant ergens. Abonneren, duimpje omhoog, belletje klikken. Komt altijd alles goed. En en graag zou ik zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. En wie weet, zien we elkaar dan weer. En het is afwachten wat die dag ons brengen gaat morgen. Ja, dat weet je me nooit. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. En geniet een beetje met ons mee. En tot morgen. Doei!